Er is geen enkel spoor gevonden in de bergen dat leidt naar Lisanne en Chris. So people are very slow to give up information and very afraid. Suspected human remains and hiking boots found during the search for two young Dutch women. Two different types of shoes and bones were found last Thursday. A search team stepped up efforts to find the girls who disappeared while hiking in Panama. De opsporing van de vermiste vriendinnen Chris en Lisanne in Panama had veel efficiënter gekund. Dat stellen oud-politierechercheurs Jules van der Linden, Dick Steffens en Klaas Wilting. Door bureaucratische romslomp, slechte communicatie, duurt het vaak lang voordat de opsporing in het buitenland op gang komt. En dat terwijl de eerste 24 tot 48 uur cruciaal zijn. Om die reden zetten de ex-politiemannen een stichting op die snel in actie kan komen bij vermissingen van Nederlanders in het buitenland. En hier is oud-undercover-agent Dick Steffens. Welkom. Dank u wel. Wat gaat die stichting doen? Nou, er zijn ideeën om de stichting op te richten. Het is nog geen feit. Wat wij willen, wij denken inderdaad dat het onderzoek efficiënter had kunnen plaatsvinden. Nederlandse autoriteiten hebben gewoon een groot probleem. Wanneer er iets gebeurt in het buitenland, is het altijd noodzakelijk om met een zogenaamde internationale rogatorencommissie te werken. Dat wil zeggen, voordat je als overheid in het buitenland, als rechercheur of wat dan ook kunt optreden, heb je toestemming nodig van het desbetreffende land. En daarvoor heb je dan die internationale rogatorencommissie, gewoon een rechtshulpverzoek nodig die geaccordeerd is. En dat duurt lang? Dat kan lang duren. Het hangt vanaf. Als je naar België, Engeland, Duitsland moet, dat kan redelijk snel gaan. Maar een land als Panama is maar de vraag of daar alle verdragen zijn die ze ook met Duitsland en Engeland of zo hebben. Dat is gewoon niet zo. En dat kan weken duren. Maar wat we hoorden net, de zaak Chris en Lisanne, verdwenen in Panama. Wat had daar beter gekund? Nou, ik denk, ja, dat is moeilijk. Ik heb geen inzicht in de zaak zelf. Ik heb wel met de heer Kremers zelf gesproken en met de woordvoerder Nicky Passel. Natuurlijk daar wat informatie van gekregen. Natuurlijk ook je eigen waarnemingen vanuit de media. Dan denk ik dat het efficiënter kan. Op een gegeven moment het gaat toch om in dit geval Nederlandse meisjes. En zodra je op een gegeven moment als overheid direct zou kunnen afreizen, dan kun je direct de contacten leggen tussen de autoriteiten te plaatsen. Kun je direct maatregelen nemen van: ik zou dit doen, ik zou dat doen. Het zoeken. Er is nu gezocht met, bij wijze van spreken, een bataljon militairen die met de soldatenkistjes door het gebied is gegaan. Soms kan dat een voordeel zijn, maar in dit geval, het is serieus sprake van de vermissing. Dat ook sprake kunnen zijn van ontvoering. En eigenlijk is er nog steeds niet zeker wat er aan de hand is geweest. Ik heb wel ideeën erover, maar daar maak je heel veel sporen mee zoek. Je kunt Als soldaten allemaal door die spoor heen gaat lopen. Ja, je moet in de eerste plaats denken, de soldaten zijn natuurlijk geen ervaren rechercheurs. En in Nederland werken we anders dan in Panama. En een van de belangrijkste dingen die je destijds op de rechercheopleiding in Amsterdam leerde is, zodra er sprake is van een plaatsdelict, dan ga je de plaatsdelict afbakenen met linten of wat dan ook. En dan laat je niemand toe. Zelfs geen burgemeester of wat dan ook. Die blijft aan het eind van de lint. Van het linten. Maar hier was ook niet meteen plaatselijk duidelijk. Nee, dat is ook wel zo. Maar ik denk, wij hebben aangeboden als commercieel bedrijf dan, zonder commerciële bedoelingen, van wij zijn in staat om te pingen. En pingen wil zeggen van wij kunnen een telefoon traceren, mits die aanstaat, mits er een voldoende dekking is, mits er geen sprake is van reflecties, of 4 meter nauwkeurig. Want u heeft een recherchebureau, maar u heeft vlak na de verdwening van deze twee meisjes het aanbod gedaan om zo uit te zoeken waar wellicht hun mobiele telefoons zijn? Ja, dat klopt. En is daar iets mee gedaan met het aanbod? Nee, het was, als ik het goed heb, op 4 april dat mijn vrouw en ik naar het nieuws zaten te luisteren en op te kijken en op een gegeven moment dit speelde, deze informatie werd verstrekt. Toen zei mijn vrouw van, ja, je moet je diensten aanbieden. Nou, vooralsnog, toen heb ik s'avonds om, pak een beet, 10 uur, 11 uur, heb ik het ministerie van Buitenlandse Zaken gebeld. Ik heb gezegd, ik ben die en die. Je kunt mijn website kun je checken, mijn bedrijf kun je checken. Het zijn serieuze bedoelingen die we hebben. Wij zijn in staat om te pingen, om een telefoon, mits die dan voldoet aan de criteria zoals ik net geschetst heb, uit te peilen. Wanneer je die telefoon uitpeilt, dan weet je waar de eigenaar is, normaal gesproken. En dan had je een hele concrete zoekplaats kunnen. Maar wat was de reactie? De reactie was dat, zet maar op mail. De eerste reactie, moet ik heel eerlijk zeggen, en die vond ik schokkend, is dat ze zeiden, waarom bel je niet eerder? Waarop ik gezegd heb, het is nu pas in het nieuws, dan had ik eerder moeten bellen. Ik heb het toen op mail gezet. Ze hebben het naar de ambassade in Panama gestuurd.
Buiten het pingen om heb ik gezegd, we zijn ook in staat om betalingen met pinpasjes en creditcards te traceren. Stel eens voor dat ze gekidnapt zijn, gedwongen worden om geld uit een automaat te halen. Dan heb je een plaatsbepaling van een automaat waar het geld gehaald. U kunt het allemaal, de overheden kunnen dat niet? De overheden kunnen dat ook wel, maar het is maar de vraag of het gebeurd was in Panama. Maar er is dus niks met uw aanbod gedaan? Nou, het is doorgestuurd dan inderdaad naar de ambassade. Ik heb een berichtje teruggekregen van de ambassade. Min of meer de zin van, aan alles is gedacht en in alles is voorzien. Mm. Maar onze collega's van TV en vandaag hebben ook veel aandacht besteed aan die verdwijning van die twee meisjes. De ouders van Chris, Hans Kremers en Rudy Git, hebben in juli zelf het pianistenpad gelopen waar de meisjes verdwaald zouden zijn. Aan het eind van hun reconstructie concludeerden zij het volgende. Ja, wij geloven niet dat ze van het pad af is gegaan. Dat geloven we echt niet. Nee, precies. Zo stom is ze niet. Zo stom is ze niet. En je moet hier echt moeite doen om te gaan verdwalen. En dat gaan ze echt niet doen. Nee. Als ze wat gebroken zouden hebben, zouden ze zeker op het pad blijven. Ja, en er zijn ook langs het pad geen steile hellingen of ravijnen waar je in kan donderen en daar dan niet meer gezien wordt. Het is goed om het zelf gelopen te hebben nu. Het hele stuk. En we zien met onze eigen ogen dat je van geen kant op kan als je op het pad loopt. De ouders hoorden u van in dit geval Chris. Meneer Dick Steffens, oud-rechercheur. Je zei het net al, jij hebt daar zo je ideeën over. Zij zeggen, we denken eigenlijk niet aan verdwaling. Wat denk jij? Ik denk ook niet aan verdwaling. Want? Nee. Er zijn voor mij, wat ik gehoord heb, gelezen heb, te veel losse einden. De vindplaats, ik heb met Hans Kremers gesproken, ook de vindplaats van de rugzak, ergens aan de rivier. De vindplaats van een spijkerbroek van Chris. 14 uur lopen verderop. En dan lopen wel te verstaan door Indianen en niet door ons, zeg maar. Dat is nog een groot verschil. Nee. Dan de vindplaats van een paar botresten van Chris, die weer uren verderop liggen. En dan vraag ik me af van, hey, dat klopt niet. En het verhaal dat men dan zegt van, wilde dieren zouden ze gepakt kunnen hebben. Dat zou kunnen, maar kan dan een spijkerbroek zo intact zijn? Kan dan de gevonden schoen nog zo intact zijn? Dat een wild beest, dat verscheurt alles wat hij krijgt. En, nee. Daar is geen sprake van, mijns inziens. Jullie willen die stichting oprichten natuurlijk voor toekomstige vermissingen. Maar zouden jullie ook nog iets voor deze zaak kunnen betekenen? Als dat zou kunnen, dan zouden we heel graag wat willen doen. Maar ik weet op dit moment niet wat. Ik hoorde net zojuist van collega's van u dat 15 september het onderzoek gesloten gaat worden in Panama. Dus als we wat kunnen betekenen, ja, heel graag. Voor alle duidelijkheid, want je hebt een bedrijf, maar die stichting, dat is op basis van vrijwilligerswerken? Ja, wij hebben, mijn collega Jules en ik, hebben op een gegeven moment onafhankelijk van elkaar zeiden van, hey, hier moeten we wat gewoon mee doen. En toen zei Jules van, er bestaat nog steeds een sociëteit van oud-rechercheurs in Amsterdam. En als we die benaderen, ben ik ervan overtuigd dat een aantal, mits ze nog een beetje mobiel zijn, daarin belangeloos willen werken. Belangeloos dan tegen een onkostenvergoeding. Gebaseerd op de stichting die de familie Kremers en Vronen in het leven hebben geroepen. Daar heb ik toen aan gedacht. Toen zei ik ook van, eigenlijk moet er een soort fonds komen. En ik kan me niet voorstellen dat er niet een paar grote bedrijven zijn en dat er niet ergens een Europees subsidiepotje te vinden is die dat zou kunnen financieren. Waardoor op een gegeven moment het team meteen kan vertrekken. Want oud-rechercheurs zouden daarin kunnen zitten, maar ook nog andere specialisten? Ja, we hebben diverse aanbiedingen gekregen. Ik ben zojuist, toen ik hier binnenkwam, werd ik nog gebeld door een oude technische rechercheur uit Amsterdam. Die zegt, ik wil graag mijn diensten aanbieden. Ik ben gebeld vorige week door een bedrijf eigenlijk wat militaire achtergrond heeft, maar die dan ook geprivatiseerd zijn en die op een gegeven moment onderzoeken doen in jungles, vindplaatsen kunnen vinden, ook een maand lang kunnen overleven in de jungle. En heeft gezegd van, ik vind het een goed initiatief en wij supporten dat. En bij wijze van spreken, al heb je een Hercules nodig, dan sturen we dat. Bel me. Ja. Nou, klinkt dat goed, maar aan de andere kant zeg je ook, overheden, dat duurt vaak lang, want die moeten dan toestemming hebben, et cetera. Maar geldt dat dan niet voor jullie? Nee, ik heb een internationaal bedrijfsrecherchebureau. En als jij zegt van, ik heb morgen een onderzoek nodig. We doen heel veel financiële onderzoeken wereldwijd.
Oké, dan kan ik bij wijze van spreken nu een ticket kopen. Ik hoef geen toestemming te vragen. Ik kan de recherche hebben. Niet voor jullie? Nee, ik heb een internationaal bedrijfsrecherchebureau. En als jij zegt van ik heb morgen een onderzoek nodig. We doen heel veel financiële onderzoeken wereldwijd. En ik heb een onderzoek nodig. En dan zeg ik van oké, dat kan. Waar is dat? Is dat in Hongkong? Oké, dan kan ik bij wijze van spreken nu een ticket kopen. Ik hoef geen toestemming te vragen. Ik kan naar Hongkong gaan. Maar buiten dat om hebben we natuurlijk een heel groot wereldwijd netwerk. Dus ik zou in dit geval, en ook in het geval Panama, zou ik daar één of meerdere collega's kunnen bellen. Zeg van oké, dit is het probleem. Kunnen jullie me assisteren of kunnen jullie ons assisteren? Het is niet gezegd dat ik het moet doen. Het kan natuurlijk een ander lid of leden van het team zijn. Maar je kunt niet voorkomen, denk ik, dat die militairen in Panama daar het bos in trekken. Of wel? Nee, maar dat zijn wel specialisten. Maar dat is een aanbod. Nee, dat kun je niet voorkomen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Als je binnen 24 uur, 48 uur kunt afreizen, dan kun je wel in. Want we pretenderen niet om dat volledig op ons eigen houtje te doen. Wij willen absoluut in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten dat doen. Alleen, en ook met de buitenlandse autoriteit. Alleen wij kunnen meteen afreizen omdat we geen rechtshulpverzoeken hebben. Sneller reageren. Precies. Hoeveel groter is de kans dat je dan toch meer te weten komt of de mensen vindt? Nou ja, internationaal gezien is het een gegeven dat vermissingen, ontvoeringen, ja, de eerste 24 tot 28 uur, 48 uur heel erg belangrijk zijn. En er is natuurlijk in dit geval zijn er al meerdere uren overheen gegaan. Maar ja, zo snel mogelijk handelen en veiligstellen van sporen, vaststellen van acties die je gaat ondernemen of niet gaat ondernemen, dat is van cruciaal belang. 10, 20, 50% grotere kans? Ja, kun je niet zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Veel succes met het oprichten van de stichting. Dick Stephens, oud-undercover agent dus bij het Amsterdamse politiekorps. Dank u wel.